Tijdens het pijpen zie ik graag dat een vrouw mijn penis helemaal in haar mond neemt, maar erger me vervolgens over het gemak waarmee dat gaat. In Café Walenburg vinden de voorrondes van de Open Rotterdamse One-Liner kampioenschappen plaats. Een one-liner is eigenlijk een heel korte grap. Een naaktstramp is niks aan. Mijn buurvrouw is als het weerbericht. Winderig, grijs en nat. Een goede one-liner. Ja, eentje die je zelf goed vindt of eentje die het publiek goed vindt. Ja. Je kunt ook je brood verdienen met one-liners. Erwin is eigenaar van Moi. Zij maken allerlei producten zoals t-shirtjes en kalenders met one-liners erop. I'll be in 24 hours late today. En hoe verzin je nou die one-liners? Zitten, schrijven. Soms inderdaad, als ik bijvoorbeeld een keer in de kroeg zit, dan... Een beetje met mensen praten en hoor je dingetjes links of rechts. Ik zet de eikknopjes aan, of verschillende smaken. Ik denk van jou word ik blij zien, vind ik wel leuk. Maar ik verdenk misschien dat ik nu wel de beste tekst vind. Nu je er toch bent, kun je er net zo goed zijn. Is het nou ook langzamerhand dat je gaat denken in one-liners? Dat je alleen nog maar de hele dag... Ja, best wel. Ja. Dus je omgeving wordt ook af en toe wel moe van? Nou, niet af en toe. Heel vaak. Erwin kan zijn hart dus wel ophalen tijdens de one-liner kampioenschappen. Ik was eergisteravond ook op een avond voor spoken word en meer poëzie en gedichten. En dan ga ik ook altijd wel weer meer aan of zo. Dus dat is wel super tof. Anne Frank is ontdekt door haar onderburen vanwege het kliklaminaat. Zieke winkel, jongen. Zal de man rennen in gevlochten zakjes. Netjes. Voordelen van het hebben van een mogoltje. De kans dat het in het criminele circuit terechtkomt is klein. De kans dat je ruzie krijgt met je partner over welke eigenschappen van jou zijn, is ook klein. Hoe anders is het nou om one-liners te doen of gewoon een comedy show? Bij een gewone comedy show kun je gewoon af en toe rustig wat vertellen. Hoeft er niet iedere seconde gelachen te worden. En bij one-liners, ja, die moeten gewoon zo kort mogelijk en zo strak mogelijk. Wat maakt nou echt een goede one-liner? Een goede one-liner? Ik vind altijd leuk dat als die kort is, maar dat je ergens aan begint. Dat je denkt van, oh, het gaat die kant op. En net aan het einde draait die helemaal om. Denk je, heel verrassend. Is dat ook enger, omdat je toch iedere keer die lach moet hebben? Ja, best wel, want het moet echt uit de grap komen. Dus de grap moet gewoon goed zijn. Ja, het is gewoon mooi om zo in een zo kort mogelijk iets een zo groot mogelijke verbeelding te krijgen. Het is een idee, paf, en het is er meteen en het is ook meteen klaar. Ik wil best meer vluchtelingen opvangen, maar moeten we ze dan niet eerst ergens van afgooien? Wat een goede one-liner voor Open Rotterdam zou zijn. Open Rotterdam opent Rotterdammers.